En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de meteorologische dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Vandaag kunnen we genieten van zonnig en droog weer. In de middag en vroege avond is er echter kans op lichte tot gematigde onweersbuien, vooral in de kustregio. Tegen het einde van de nacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan, met name in bosrijke gebieden. Voor morgenmiddag wordt eveneens lichte onweersactiviteit verwacht, opnieuw voornamelijk in het kustgebied. De meteorologische dienst waarschuwt dat de gevoelstemperatuur morgen kan oplopen tot maar liefst 42 graden. Het advies is om de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Ook geeft de dienst aan dat er kans is op windstoten, voornamelijk langs de kust.